De studenten maatschappelijke zorg niveau 4 van het ROC van Twente kwamen op werkbezoek bij de voedselbank en werken deden ze. Die dames zijn druk aan het werk, hè? Wat is hier aan de hand? Nou, we hebben op dit moment de klas van Sint-Nie van het ROC. En die komen dat een stuk contraprestatie doen voor gastlessen die ik een week of zes geleden bij hun verzorgd heb. Dit zijn studenten van de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4 uit Almelo. Zij worden opgeleid tot persoonbegeleider in specifieke doelgroepen. Dus onder andere ouderenzorg, mensen die in laag sociale klasse zitten en daar een hulpvraag hebben liggen. En ik ben in het kader van mijn vak financieel beleid, waar studenten les hebben gekregen in een stukje armoede, financiële problemen bij cliënten en vaak wat gepaard gaat bijvoorbeeld met een lichtverstandelijke beperking of armoede. En hoe begeleid jij nou cliënten, mensen met een hulpvraag op dat gebied? De gastlessen ging over armoede, armoedebeleid en dergelijke, waar ook de voedselbank een onderdeel van uitmaakt. Voedselbank is natuurlijk een middel om mensen in armoede en schuld te kunnen ondersteunen. En mijn studenten gaan nu een steentje bijdragen. Dus ze gaan hun inzetten en ervaren hoe het is om als vrijwilliger te werken. Kunnen jullie deze hulp goed gebruiken? Wij kunnen altijd helpende handjes gebruiken. En wat niet alleen in scholen die komen af en toe handjes brengen, maar ook bedrijven. Zoals een credits die komt een aantal keren per jaar en zo. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ze zijn erg onder indruk van de omstandigheden en wat ze moeten doen. En wat er ook bij komt kijken om dit draaiende te houden. Dat er dus heel veel arbeid bij zit ook. Ja.